Het storten van vervuild slib in de Kaliwaal bij Druten mag doorgaan. Het bedrijf K3 Delta wil daar slib storten dat veel meer PFAS bevat dan de norm. In antwoord op Kamervragen van de SP laat staatssecretaris Weijenberg weten dat ook hij niet ingrijpt. De provincie en Rijkswaterstaat bepalen of het storten verantwoord is en zij keurden het goed. De verantwoordelijk wethouders van de gemeente Druten en West-Maas en Waal zijn het daar niet mee eens. De vergunningen voor het storten moeten nog worden opgesteld. Zodra die er liggen, zullen de gemeenten bezwaar maken, zegt de Drutense wethouder Springveld.